Mijn naam is Mark van Hulle van de bosboomkwekerij Silva in Waarschoot. We zijn een producent van bos- en haagplantsoen. Dat telen wij op een maatschappelijk verantwoorde wijze voor het groene milieu in Europa. Ik ben Mario Nouts, azalea-teler, sinds 86, dus bijna 30 jaar al. 10 jaar geleden merkten we toch dat het steeds moeilijker ging in de sector. Maar ik wilde geen schaalvergroting. Ik wilde gewoon meer voor mijn planten krijgen, een meerprijs. Ik ben Els Lambrecht uit Sint-Louis Vijven. We hebben een fruitbedrijf van een 10-tal hectare groot. We hebben een thuisverkoop en wij verkopen ook een groot deel aan de veiling. Waarom ik aan deze academisch deel heb genomen is omdat ik nog aan het zoeken ben om onze thuisverkoop uit te breiden. Ik heb dan ook wel een antwoord gevonden in de academisch, of toch een aantal manieren om te innoveren. Er was bijvoorbeeld een sessie waardoor je 12 manieren had om te innoveren. En ik kan er toch zeker al een 6-tal van gebruiken. Een aanrader. Interessant om deze cursus te volgen, waar ik heel veel dingen herkende, maar ook heel veel nieuwe dingen opgestoken heb, die ik wel wil toepassen op het... op mijn bedrijf. Ik denk innovatie is heel belangrijk naar de toekomst toe. De sessie die wij over strategie gehad hebben, ik denk dat je innovatie ook in je strategie moet kunnen opnemen, zodanig dat je daar ook voortdurend op gefocust bent. En dat is eigenlijk hetgeen dat ik zelf het meest gewaardeerd heb in de verschillende sessies.